de beste spelers, trainers en teams van het amateurvoetbal van regio Nijmegen en Maasland worden ook dit jaar weer in het zonnetje gezet tijdens het amateurvoetbalgala. Nou, het is het amateurvoetbalgala, dus het gaat eigenlijk vooral om het amateurvoetbal. En daarin hebben wij het hele gebied van de Gelderlander, regio Nijmegen, regio Maasland, allereerst elftallen samengebracht. En daar worden in twee categorieën mensen genomineerd. Dat betekent de topklasse tot en met de tweede klasse en de derde klasse tot en met de vijfde klasse. In allebei die categorieën wordt het beste speler, grootste talent, beste trainer en beste sportploeg genomineerd. Ja, nou goed, natuurlijk uiteraard zullen alle genomineerden hun uiterste best doen om zoveel mogelijk mensen te inspireren om even te stemmen. Maar dat gaat hartstikke goed, zien we. Nou, 20 mei komt alles hier bij elkaar. Dus aankomend weekend is eigenlijk de slotdag van de officiële competitie. Er zijn natuurlijk dan wel teams die na competitie moeten spelen. Maar in principe is 14 mei de laatste speelronde. En dat betekent dat we dan 20 mei, de eerste vrijdag na de laatste speelronde, traditioneel dit gala houden in de Linde in Groesbeek. Het belangrijkste gedeelte van deze avond is natuurlijk de uitreiking van de verschillende awards. Het zal gebeuren door niemand minder dan Sjiert de Vos. Tenminste, dat is de man die de avond gaat hosten. En dat wordt natuurlijk bij het uitreiken ondersteund door allerlei mensen die zich uiteraard verdienstelijk hebben gemaakt in de voetballerij. Om het ook natuurlijk voor de spelers en de speelsters die ook genomineerd zijn interessant en leuk te maken. Maar inderdaad, het is een avond volop entertainment. Optreden van John West. Er is een casino, er kunnen allerlei leuke prijzen worden gewonnen. Q-music, foute uren zijn aanwezig. Dus een avond, een leuke afsluiting van het voetbalseizoen.